Deze week vierde het echtpaar van Klok hun platina bruiloft. Reden genoeg voor mij om deze schatten van mensen die al 75 jaar lief en leed met elkaar delen, op te zoeken in hun sfeervolle verzorgingsflat in Huizen Overzorg in Nuenen, vlakbij Eindhoven. Ons leven is niet altijd over rozen gegaan hoor, Mona, zegt de 93-jarige mevrouw van de Klok terwijl ze me een feestelijke vruchtenpunt presenteert. Omdat het feest is vandaag, glundert haar 95-jarige echtgenoot vanuit zijn bed. Ik mag het niet hebben. Ik heb suiker. En ik heb al 3 keer een hartaanval gehad. Hij heeft een linkerhartkamerbeschadiging. En hij is bijna helemaal verlamd. Hij ligt al 3 jaar op bed, fluistert zijn vrouw me in mijn oor. Dan klinkt de bel voor het middageten. Ga met me mee, Mona. Kun je zien hoe gezellig het is in de eetzaal? Nou, dat laat ik me geen 2 keer zeggen. Even later zitten we aan tafel. Mevrouw van de Klok staat erop dat ik op haar kosten mee eet. We laten ons de carbonaatjes met rode kool goed smaken. En uit de spontane reacties van onze tafelgenoten maak ik op dat mevrouw van de Klok een gevierd type is. We blijven lachen, zegt ze, want het valt niet mee om oud te worden. Vorig jaar ben ik uitgegleden in de douche en heb mijn bekken op 2 plaatsen gebroken. En dan die man van mij er nog bij, in de lappenmand. Hij is zo verbitterd en onaardig. Ja, nu jij er bent, doet hij leuk. Dan snikt ze. Af en toe vraag ik aan onze lieve heer of hij me maar komt halen. Gelukkig herstelt ze zich meteen weer en zegt, ach, ik moet niet zo zeuren. Ik zal je de gymzaal laten zien. In de gymzaal toont mevrouw van de Klok hoe goed ze met de hoepel overweg kan. Wat een giller, hè, zegt ze. Ja, het is therapie voor mijn bekken. Ik lijk wel een straatmeid. We gieren het uit. Bij de bronkvitrine in de entree toont ze me een zelfgeborduurd gastdoekje. Ik ben er zo trots op dat hij hier hangt, zegt ze. En dat is terecht, zeg ik, want het handwerkje ziet er keurig netjes uit. Voldaan van de rondleidingen en de heerlijke maaltijd zitten we even later weer boven. De bloemstukjes herinneren ons eraan dat het feest is. Terwijl zijn vrouw een Rennie zoekt, laat meneer van de Klok foto's van vroeger zien. Van zijn loopbaan als spoorwegbeambte, van hun dochter Stil en Suus en van hun 5 schatten van kleinkinderen en van hun achterkleinkind Remco. Mevrouw van de Klok is gaan zitten. Ze zit een beetje wit. Die rode kool is niet helemaal goed gevallen, zegt ze. Laat me maar even. Rode kool is veel te zwaar voor een oud mens, zegt van de Klok. Het gaat opspelen. Verder is er niks aan te merken, hoor, op de verzorging hier. De meisjes zijn allemaal allerhartelijkst. Wat vond u nu de leukste tijd uit uw huwelijk, vraag ik mevrouw van de Klok. Maar ze zegt niets. Ze is weggevallen. Het is ook een hele opschudding, zo'n bezoek van u, fluistert haar man. En ze heeft zeker weer gehoepeld. Ik knik. Hij schudt zijn hoofd. Dat heb je met van die malle fratsen. De leukste tijd, zegt mevrouw van de Klok als ze weer is bijgekomen, vond ik vandaag. We hebben nog nooit zo hoog bezoek gehad. Ontroerd bied ik haar dan ook bij ons afscheid een fraai bonsaiboompje aan. Oh, merk ze op, die kunnen wel 100 jaar worden. Ja, mevrouw van de Klok. En ik weet er nog 2 die 100 jaar kunnen worden. En die heten allebei van de Klok. Glimlachend tik-tak ik even later naar de lift.